die regen, lekker regen. No, 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 geen nood. Geen karwei is ons te moeilijk. Geen cadeau is ons te groot. In de straten en de winkels gaan we rustig onze gang. Pieter bazen zijn nooit bang. Pieter bazen zijn nooit bang. Tjonge, wat hebben ze net druk. Dak op dak af. Geen schoorsteen slaan ze over. Tje, dat ziet er straks goed voor ons uit. En dan te bedenken dat het bijna helemaal niet was doorgegaan. Ja, dat wist je niet, hè? Maar dat is toch zo. Kijk, Sinterklaas had een stuurman en dat was eigenlijk gewoon een brekenbeen. Je had nog nooit gehoord dat de Hollanders de Zuiderzee hadden veranderd in het IJsselmeer. Kort en goed, dat uilskuiken had de stoomboot aan de grond laten lopen.
als eeltje steur. Je toen niet was geweest. Dan was de hele zaak mooi niet doorgegaan. Niks aankomst. Niks pakjes. Niks 5 december. Ja, ja. Krek zo. Het zal zo ongeveer de tweede helft van november zijn geweest. Op een koude herfstdag. Ik zit rustig te vissen bij het haventje. En een klein meisje hinkelde zo'n beetje achter me. Ik merk niet dat ik beet heb. Eeltje, eeltje stuur, zeg ik tegen mezelf. Dat is geen makkie, dat is een joekel. Ik krik op dat moment, begint dat kleine ding te roepen. Ik denk nog stil nou, anders gaat hij me nog. Maar ik kijk en wat zie ik? Ik heb in mijn leven veel op zee en op de wal meegemaakt, maar een pieterbaas op een vlotje, nee. Kom maar Piet. En koud dat hij dat. Kom maar Piet. En die kleine meid is